ik ben Geke van den Berg, regerend Nederlands kampioen judo en judoka bij Team NL. In het verleden ben ik Europees kampioen tot 23 jaar geworden. En nu gewoon in de seniorenselectie van het Nederlands team. En daarmee ga ik de wereld rond om toernooien en trainingskampen te doen. En daarnaast ben ik ook werkzaam als mondhygiëniste. Voeding is natuurlijk heel erg belangrijk voor de brandstof voor je lichaam. Dus rondom wedstrijden en trainingen. Zorg ervoor dat je lichaam optimaal presteert. En daarnaast vind ik voeding ook, heeft ook een hele grote rol in gezelligheid. Dus gezellig met iemand gaan lunchen of een kopje koffie met iets lekkers erbij. Ja, daarin is het ook heel belangrijk. Ja, die gezelligheid die kan ook echt prima met voeding rondom trainingen. Zoals bij een lunch kan ik er dan voor zorgen dat ik wel mijn goede eiwitten allemaal binnenkrijg. Maar dat kan ook makkelijk met een avocado toast met een ei. En op die manier kan ik alsnog met vriendinnen gezellig gaan lunchen. Nou, mijn sport judo bestaat uit gewichtklasses. Dus ik judo tot 63 kilo en gemiddeld gezien weeg ik ongeveer 64 kilo. Dus dat valt wel mee, is een kilootje. Dat monitor ik eigenlijk wekelijks, dagelijks om het in de gaten te houden. En richting wedstrijden zorg ik er dan voor dat mijn gewicht wat omlaag gaat. Maar in trainingsweken zit ik er vaak gewoon wat boven. Echt een cheat day heb ik niet, maar wel kleine cheats. Dus ik vind chocolade heel lekker bijvoorbeeld en dat neem ik ook zeker wel eens. Richting een wedstrijd is het heel belangrijk dat je energielevel gewoon heel hoog is. Dat kan je doen door het slapen heel goed te zorgen dat je goed voldoende slaapt. En daarnaast natuurlijk met voeding, dat je koolhydraten goed zijn en dat je daarin je energielevel omhoog houdt. Wel is het belangrijk, in de judo ga je dus bij een wedstrijd moet je weer je gewicht wat omlaag brengen. Dat probeer je eigenlijk zoveel mogelijk in een korte termijn te hebben voor de wedstrijden, dus de laatste dag, dat je daarin let op minder eten en minder drinken, zodat je wat minder maaginhoud hebt en daardoor weer lichter bent op de schaal. De dag voor de wedstrijd heb ik eerst mijn weging, daarna wil ik dat natuurlijk weer mijn energie aanvullen, omdat ik dat gewicht heb moeten maken en dan wil ik eigenlijk altijd een pasta eten en gebruik ik isotone dranken om gewoon optimaal aan te vullen. En dan gaan we slapen en de volgende dag ook weer een stevig ontbijt. Op de wedstrijddag moet je natuurlijk ook weer genoeg energie hebben. 'S ochtends begin ik altijd met een havermout bijvoorbeeld als ontbijt. En dat is een aantal uur voordat de wedstrijd daadwerkelijk begint. En daarna op de wedstrijddag zelf, door de zenuwen, vind ik het heel lastig om echt grote dingen te eten. En daarin ben ik zelf gaan zoeken van oké, wat kan je dan wel eten, wat krijg je weg, wat kan je verteren. En daarin gebruik ik een banaan of een energiegelletje en ook heel veel sportdranken om die wat snellere suikers aan te vullen voor de energie tijdens mijn wedstrijd. Wat ik zelf eigenlijk als tip zou voorstellen voor elke sporter tijdens wedstrijden is, je wil natuurlijk ook heel veel energie hebben en daarvoor kan je een kop koffie drinken. Nou, dat krijg ik bijvoorbeeld echt niet weg op mijn wedstrijddag. Dus gebruik ik daarin cafeïne kauwgom om te zorgen dat ik extra cafeïne binnenkrijg voor gewoon dat net dat beetje extra scherpte.